Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Die ik dus onlangs heb gekocht. Er zijn nog wel wat dingetjes die ik eraan wil gaan doen. Zoals ik zou deze graag het liefst ook helemaal zwart zien. Net zoals mijn vorige stangen. Verder weet ik nog niet of ik het originele voorkantje erop ga zetten. Ik vind dit wel echt heel erg handig in verband met snelwegen. En aangezien ik er ook wel eens op het werk waarschijnlijk naartoe ga. Nou, ik hoop dat jullie het een mooie motor vinden. Laat even weten wat je ervan vindt in de comments. Vind je dat ik er nog iets anders aan moet doen? Ik wil nog wel wat gouden details gaan aanbrengen. Ik wil wat boutjes vervangen voor gouden bouten. Er moet nog een X-grip op komen. Zoals jullie zien heb ik de spiegels heb ik al vervangen. Voor bar en mirrors. Heel makkelijk te doen. Als jullie willen weten hoe of wat, dan wil ik daar nog wel een keer een toetje van maken. Als jullie verder nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Gaan we nou even een rondje rijden. Zo, zitten we weer. Nou, achter het stuur, in plaats van eromheen. Aangezien dit ook mijn eerste video is met mijn nieuwe GoPro, met mijn mic-adapter, met mijn nieuwe mic, ben ik even benieuwd naar het geluid. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen verstaan. Ik had al twee video's opgenomen waarbij ik op de GoPro de quick video functie heb gebruikt. Maar dan pakt hij dus blijkbaar de mic niet. Dus ik heb wat dingetjes gemist die wel leuk waren om te zien. Misschien had ik ze er hier nog wel gewoon achter zet. Twee stuntpiloten die gewoon waar je dus mee te maken krijgt als je op de motor zit. Aangezien dit pas de derde of vierde dag is dat ik überhaupt alleen rij. Ik heb nog maar net mijn rijbewijs gehaald. Alleen dat wel dingetjes die we waarschijnlijk vaker gaan meemaken. Maar kijk maar eens naar deze twee stuntpiloten. Maar ja, zichzelf. Ja, weet je, jammer dat er geen geluid bij zit, maar. Sommige mensen denken gewoon niet naast ze rijden. En luister, ik was misschien ook wel een van die mensen. Maar zo zie je dus ook hoe kwetsbaar sommige. Hoe kwetsbaar je soms bent en hoe onoplettend mensen soms zijn.
Het is gewoon soms gewoon gevaarlijk, weet je, ze kijken gewoon niet eens. Kijk, dat heb je met jonge mensen, dat heb je met oude mensen. Oude mensen nemen iets meer de tijd om goed rond te kijken, omdat ze toch al een beetje onzeker zijn. Maar echt, de twee die je net in het filmpje zag, die waren, dat waren gewoon jonge mensen. Dus vooral die laatste. Vlamt hem gewoon in één keer door over het kruispunt zonder te kijken. Waar heb jij je rijbewijs gekregen? Maar goed, ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Wat ik al zei, ik heb best wel geïnvesteerd in spullen. Omdat ik vind dat mensen alleen naar filmpjes gaan kijken als de kwaliteit daar goed genoeg voor is. Kijk, als je shaky materiaal hebt en beelden die alle kanten op gaan, ruis op de lijn, noem het maar op, dan ben je snel afgehaakt, weet je. Je gaat niet de hele tijd naar iets kijken wat niet werkt. Dus ik hoor graag van jullie. Hoe de kwaliteit is en dan gaan we een vlekstukje rijden. Ik moet vanmiddag nog naar ergens naartoe, dus dan zal ik hem ook alweer even aanzetten. Ik weet mijn god niet waar ik rijd nu. Ik ben gewoon ergens een paadje ingegaan om te kijken of ik een leuk weggetje kan vinden. Maar dit zijn wel leuke wegen. Snelweg is nooit zo spannend. Wat ik al zei, ik heb nog niet zo heel lang geleden examen gedaan. Helaas moest alles in twee keer. Behalve mijn theorie. Het is allemaal niet zo heel spannend. Als jullie wat dingen erover willen weten, dan leg ik het jullie graag uit. Vooral de jonge mensen. Ik ben 30, dus ik heb gelijk mijn volledige rijbewijs mogen halen. Dat is natuurlijk altijd lekker. Ik heb expres lang gewacht. Ik wilde eerst mijn rijbewijs hebben. Een leuke auto hebben. Dat heb ik nu allemaal. En dan ik weet nog op niet welke kant ik op ga. Ik ga jullie binnenkort ook nog wat andere leuke filmpjes laten zien die ik in gedachten heb. Ik woon dicht bij de grens in België en ik wil jullie even laten zien het verschil tussen de benzineprijs in Nederland en in België. Er zit namelijk heel veel verschil in op dit moment. Welke kant gaan we, jongens? Gewoon naar rechts. Lekker zo wat er is. Trekt hem zo lekker door in zijn 7000 toeren. Dat is niet normaal. Als je dit in zijn 1 doet, dan zit je hem op zijn achterwiel. Ik hoop dat ik nu ook nog steeds goed te verstaan ben. Want ik rijd nou 100. Waar je eigenlijk niet zo hard mag, maar ik kon toch even testen of mijn geluid het gewoon goed blijft doen. Nou jongens, maken we dit ook nog mee. Nou, zo zit je dus in België.
gelukkig ken ik het hier ook al een beetje. Ik ben namelijk best wel een tijdje in België gewoond. Daar heb ik mijn autorijbewijs gehaald. Ja, het is vrij uitzonderlijk dat we nog kunnen rijden met dit weer. Of tenminste in januari. Normaal zou het al redelijk vaak vriezen, kan je zeggen. Ga je even gewoon wachten, vriend. Maar goed, hij lacht. Hij zag me op tijd. Ik kan van die anderen niet zeggen. We hebben ook even een tijdje gekeken voor een motor in Duitsland of in België. Alleen deze motor kon ik zo'n mooie prijs kopen daar. Kon ik hem ook voor in Duitsland gaan halen, maar dan moest ik hem nog gaan importeren, op kenteken zetten, dat soort ongein. En dit was gewoon een perfecte deal voor mij. Ik rijd nog steeds in België rond. Het is verdomd koud. Maar goed, dan kunnen we het tegen kleden, zeggen ze. Nou, bedankt voor het kijken. Dit was de video. Als jullie het leuk vonden, dan doe een duimpje omhoog. Subscribe. Zet een melding aan. Laat even weten wat jullie ervan vonden. Wat vinden jullie van de motor? Wat vinden jullie van het filmpje? Wat vinden jullie van de kwaliteit? Zijn er dingen die ik anders moet doen? Dan hoor ik het graag. Bedankt en tot de volgende keer. Are you listening? Damn.